groot worden door klein te denken. Flow It van Geoffrey van den Berg is het gelukt. Door techniek te introduceren die bijvoorbeeld chemische fabrieken kleiner maakt. Hoeveel kleiner? 100.000 keer kleiner. En dat betekent big business. We hebben bijvoorbeeld wel eens een proeffabriek ontwikkeld en gebouwd voor een klant. En als hij 2 dagen had gedraaid, had je 1 handje vol met poeder. De poeder was wat 4 miljoen waard. Dit is Jesse van Doren, 19 lentes jong, maar nu al een verdienstelijk internationaal ondernemer. Hoi, ik ben Jesse. Door Sprout werd Jesse tot meest veelbelovende ondernemer van Nederland bekroond. En nu vraagt hij zich af, hoe overleven bedrijven als Flow It van Geoffrey dat eerste lastige jaar? En dit is Geoffrey. Met zijn compagnons ontwikkelde hij een manier om procesapparatuur in de chemische en farmaceutische industrie heel veel kleiner te maken. Daarmee worden processen energie-efficiënter, zijn er minder grondstoffen nodig en worden processen veel veiliger. Maar om op dat punt te komen was er een lange, lange adem nodig. We zijn hier in een labomgeving, maar het gaat ons om productie. Omdat we gewoon van overtuigd zijn dat we alleen in productie waarde toevoegen. Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar we zijn nu bijna 10 jaar onderweg vanaf die eerste gesprekken. En we zitten nu echt tegen de productie-implementatie aan. Dus zo lang moet je aan hem zijn. Wij werken heel erg nauw samen met onze klant. We laten de kennis over heel specifiek zijn chemische proces, dat is zijn expertise. En wij bieden eigenlijk de middelen aan om dat proces te versnellen en om daar hele bijzondere dingen mee te gaan doen. Dus wij werken eigenlijk heel nauw samen met onze klanten. Toen wij begonnen, en ik weet nog dat was ongeveer in september, toen heb ik gezegd als we in januari, 1 januari niet onze eerste factuur betaald hebben gekregen, dan moeten we er eigenlijk ook meteen mee kappen. Nou ja, dan zie je dat je toch eigenlijk wel gewoon gevangen wordt door dat enthousiasme en dat het toch wel heel lastig is om in zo'n hele conservatieve industrie je eerste klant over de streep te trekken. Dus volgens mij heeft de eerste handtekening van ons eerste project bijna 1,5 jaar op zich laten wachten. De aanhouder wint dus. En in dat eerste 1,5 jaar heeft Geoffrey enkele belangrijke lessen geleerd. Zorg dat je zo snel mogelijk geld verdient. Wij hebben dat gedaan door eigenlijk eerst een stuk van dienstverlening aan te bieden. Andere tip is, probeer je producten zo snel mogelijk in de handen van de klant te krijgen, zodat je feedback krijgt. En als derde, steek tijd in ook dit soort dingen. Deel je verhaal, neem mensen mee, om op een gegeven moment ook daar gewoon enthousiasme los te krijgen. Waar ben je echt trots op? Ik ben eigenlijk heel trots op het feit dat we al zover zijn gekomen. Waar we mee bezig zijn is ontzettend moeilijk. Maar ja, ik zie het altijd maar, je probeert een hele harde noot te kraken. En we zien nu die eerste barsten erin komen. En dat geeft gewoon ontzettend veel vertrouwen dat hetgeen wat wij ambiëren, dat we dat ook echt gaan halen. Vroeger had je natuurlijk de stoommachine. Gaat jullie product ongeveer hetzelfde teweeg brengen? Ja, die potentie heeft het zeker. Maar om daar maximaal van te profiteren, moet Flow It zijn ontwikkeling nog verder versnellen. Daarvoor is 1,5 miljoen euro nodig. Check de volgende aflevering van Jesse zoekt uitblinkers om te horen hoe Geoffrey dat bedrag gaat ophalen.